De regering moet binnen 3 maanden in staat zijn een vermogenstoetsing te doen van de totale Surinaamse bevolking. VHP-parlementariër Aziz Kumar Gayadin wil dat hiermee een beter beeld ontstaat van wie allemaal behoort tot de sociaal zwakkeren. Er is doelbewust niet eerder hieraan gewerkt, omdat regeerders politiek wilden spelen met het tegemoetkomen van sociaal zwakkeren. Gayadin vindt dat er genoeg bevolkingsregistratiebestanden zijn die kunnen helpen een goed beeld te scheppen van het vermogen van de bevolking. We hebben ter beschikking een CBUMA-bestand, we hebben een CBB-bestand, we hebben een SWM-bestand, we hebben een EBS-bestand, we hebben verzekeringsbestanden ter beschikking, we hebben belastingen. En als we niet kunnen, en we kunnen zo doorgaan, minister, regering. Maar weet u waarom, voorzitter, dit nooit van de grond komt? Waarom die identificatie niet van de grond komt? Omdat men steeds dit als een politiek tool wil gaan gebruiken, maar dat gaan wij nu niet toestaan. We moeten ervoor zorgen dat binnen het kader van uitvoering van ons sociaal programma, en er is ook aangegeven in het herstelplan dat we een sociaal vangnet gaan opzetten, laten we ervoor zorgen, de regering. En laten we die commitment maken dat we binnen 3 maanden in staat zijn om te identificeren wat geïdentificeerd wordt als ze zijn sociaal zwakkeren in die samenleving. Welke gezinnen tot welke categorie behoren, zodat wij gericht subsidie en ondersteuning kunnen geven aan de mensen. Ook andere DNA-leden willen dat er beleid op dit vraagstuk wordt losgegooid. Siddiq Murtabat, VHP-parlementariër, deed een voorstel aan de regering over hoe het geld van het pakkettensysteem anders gebruikt kan worden om mensen in nood tegemoet te komen. Als de informatie juist is, gaat er een bedrag van ongeveer 60 miljoen SRD gepaard met het voorstel van de voedselpakketten. Dat betekent afgaan van de waarde van 750 SRD. Dat er 80.000 mensen geholpen kunnen worden. Mijn voorstel aan de regering, met datzelfde bedrag kunnen wij evengoed 40.000 mensen meer helpen, in totaal 120.000 personen, maar dan met een gesloten enveloppe met als inhoud 500 SRD. De waarde van dat pakket is sowieso geen 750, maar als ik luister naar de verantwoordelijke die aangeeft dat er ook logistieke kosten daaraan verbonden zijn, voorzitter, kunnen we dat gewoon voorkomen door 120 mensen te helpen met een enveloppe van 500 SRD. Siddiq Murtabat, VHP-parlementariër, vandaag in de Nationale Assemblée tijdens de tweede ronde van de begrotingsbehandeling 2021 en de behandeling van het herstelplan 2020-2022.